San en ik hebben ruzie. Hallo allemaal. Jongens, hallo. Nee, grapje, ik heb geen bril. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een ander soort video dan jullie gewend zijn eigenlijk. Heel veel mensen vragen waar Sanne is en waarom we niet met 3 dagen in de week uploaden of soms een video mist. Nou jongens, Sanne en ik hebben ruzie. Nee, grapje. We gaan niet stoppen. Dus de meeste mensen dachten dat ook misschien, want ja, weet je wel, Sanne was ze elke keer niet en jullie dachten dat we misschien ruzie hadden of weet ik veel wat. In deze video wil ik het helemaal duidelijk maken. Sanne en ik hebben geen ruzie. Sanne heeft het ontiegelijk druk met school. Die heeft hele lange dagen en omdat het elke keer heel snel donker is en ze moet helemaal naar Boekelo fietsen, dat is echt een heel stuk. Ja, dat is natuurlijk niet echt heel veilig in het donker. En ze heeft heel veel deadlines te halen met school, want ja, school is natuurlijk belangrijk jongens en dat gaat gewoon voor. En dat begrijp ik ook, Sanne is er wel, maar wanneer Sanne er is, dan ben ik er meestal niet. Want het zit namelijk zo, Sanne heeft het heel druk met school. En niet allemaal deadlines te behalen, want ze doet best wel ja, een moeilijke opleiding. Ja, niet moeilijk, maar waar je heel veel moet doen. En ze doet media en vormgeving. Dus ja, dan moet je heel veel dingen op de computer doen. En dat kost heel erg veel tijd. Ja, vandaar dat ze niet zo vaak op stal is. En straks wat langer ligt. En dan heeft ze al de deadlines weer gehad. En dat is gewoon belangrijk dat Sanne wel school haalt. Want als de opleiding niet haalt, dan kan ze ook... Dan moet ze stoppen met de opleiding. Dat betekent dat ze elke dag moet gaan werken. En dan kan ze helemaal niet meer naar stal. En een opleiding is gewoon echt heel belangrijk dat je je diploma hebt. Ik zou ook minder vaak in de video's komen de aankomende 10 weken. Ik heb nu 10 weken stage. En dan hoef ik niet naar school. Ik heb 3 verschillende tijden voor stage. Ik moet ook gewoon het volle rooster meedraaien. Dus ik werk 36 uur in de week. Dat is wel aardig veel. Dus ik draai gewoon mee met mijn stagebegeleiders. Ik heb 3 verschillende tijden. Dat is van 7 tot 4. En van 9 tot 6. En van 1:30 middags tot 10:00 avonds. Nou ja, ik heb deze week eigenlijk alleen maar avonddiensten. En het ziet er zo van uit dat ik eigenlijk heel veel avonddiensten moet draaien. Wat betekent dat ik bijna niet naar stal ga. Omdat ik... Als ik de hele dag op stage gelopen ben ik erg moe. En dan wil ik de volgende dag graag uitslapen. Want de volgende dag weer dat laat moet. En ik moet nog allemaal dingen doen. Ik moet video's editen. Ik moet ook nog baas op baas beantwoorden. De mails. En het is allemaal hartstikke veel werk. Dus het kan zijn dat Sanne en ik heel vaak apart video's hebben. Omdat Sanne en ik zien elkaar ook heel weinig. Misschien een keer in de avond dat we een terrasje gaan pakken. Maar verder zien we elkaar best wel weinig. Omdat we het gewoon heel druk hebben. Geen ruzie. We stoppen ook totaal niet. Als jullie denken van ja goh, er komt deze week geen video online. Omdat we dan gewoon geen video's hebben. Het is heel moeilijk om voor ons nu te combineren. Want ik zit nu in mijn laatste jaar. En ik moet mijn stage met een voldoende afronden. Nu heb ik nog 10 weken stage, dan heb ik weer 10 weken school en dan heb ik weer examens. En dan ben ik straks klaar met school. Dus ik wil mijn school ook gewoon goed afronden. En wanneer ik klaar ben met school, heb ik gewoon alle tijd om naar stal te gaan. En ja, dan kan ik veel meer video's maken en we willen ook veel leuke dingen doen. We zijn sowieso nog met heel veel dingen bezig en daar zijn we echt super blij om. Er staan echt hele leuke dingen op de planning. Ik hoop dat het wat duidelijker is voor jullie. En... om deze video wat langer te houden. Ik ga nog wat fanart laten zien. Ik heb echt van de week super veel fanart weer gekregen. Ik vind het doosvol. En ik vind het... Jongens, wij zijn jullie zo dankbaar. En we hebben de 30.000 abonnees gehaald. En nu zit het al bijna op 31. Het is gewoon niet normaal hoe snel wij gaan. En jullie maken zulke leuke dingen en zulke mooie dingen. En het is gewoon onvoorstelbaar dat jullie daar zoveel tijd in stoppen. En we zijn er echt super blij mee. En het komt zeker bij onze kast te hangen. Ik heb dit nog niet alle fanmail. Ik heb ook nog heel veel bij mijn vader liggen. Maar ik zal alvast even beginnen met wat uit te pakken. Dit heb ik van een nichtje gekregen van een klasgenoot van mij. Dat vond ik echt super lief. Kijk. Dit is echt super lief. Dus dankjewel Tess. Ik vind het echt super leuk en ik kom zeker bij ons op een kast te hangen. Ja.
Die hele mooie tekening waar Paatje Baas op staat. Beste Carlijn en Sanne van Paatje Baas, dit is fanmail voor jullie. Ik heb jullie logo nagetekend van Paatje Baas. En jullie naam in grote letters geschreven. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Er zitten ook nog paardensnoepjes in. Dat had ik zelf kunnen bakken, maar dan zijn ze minder lang houdbaar. Jullie doen goed werk. Een paar vragen. Nou, die ga ik voor je beantwoorden. Hebben jullie wel eens een haflinger of een ijslander opgevangen? Ja, we hebben 2 haflingers opgevangen. En we hebben nog nooit een ijslander opgevangen. Mijn lievelings was dus een KWPN. En volgens mij is dat van Sanne precies hetzelfde. We hebben nu op dit moment 24 paarden in de opvang staan. Hoeveel paarden hebben we in totaal opgevangen? Dat zijn er meer dan 400. En deze nog. Dat vind ik echt, jongens. Dat vind ik echt niet normaal. Deze fanmail allemaal. En er zitten ook snoepjes in. Super lief. Kijk. Hoi Sanne en Carlijn. Ik heb Bonito en Macho getekend. Hopelijk vinden jullie ze mooi. Jullie zijn de beste YouTubers en kunnen goed paardrijden. Ik heb zelf 2 verzorgponies. Jip en Madelief. Groetjes van Femke. Kijk, Macho. En dit is Bonito. Oh, jongens, hoe doen jullie dit? Ik kan niet een fatsoenlijke paard tekenen. Liefste team van Paatje Baas. Ik vind jullie geweldig, maar de tofste vind ik toch echt wel Carlijn en Sanne. Jullie krijgen van mij ook tekeningetjes omdat jullie zo goed zijn voor de paardjes. Jullie zijn een groot voorbeeld van me. Ik heb nog 1 vraag. Zouden jullie nog eens naar West-Vlaanderen willen komen? Wij komen soms wel in Vlaanderen, maar het ligt inderdaad aan of we naar een paard moeten ophalen. Deze. En deze. Hoi Paatje Baas. Ik vind het heel goed wat jullie voor de paarden doen. Ik hou van jullie vlogs en ik heb een tekening gemaakt voor jullie. Het is de 365ste keer dat mijn camera is uitgevallen. Ik heb het allemaal los ingestopt. Kijk dan. Het is echt super leuk. Een rasbostel. Super lief. Er zit een briefje bij. Hoi Sanne en Carlijn, ik ben een grote fan van jullie en jullie maken altijd leuke video's. Groetjes van Evi. En dit is iemands paardje. Dat is Vanessa. Kijk dan jongens. Zoveel moeite is hiervan gedaan. Het is gewoon een houten plankje met lijm en daar zat Paatje Baas op. Zo erg lief. Lieve Carlijn en Sanne, ik vind het werk dat jullie doen heel goed. Jullie helpen de paarden van die pijn lijden. Ik vind het ook heel goed en super. Daarom heb ik een paar dingen voor jullie en jullie paarden. Sorry voor de fouten. Koekjes bijeen. Oh, wat leuk. Kijk, zelfgemaakte neusbontjes met Paatje Baas op. Ik vind oprecht dat jullie zoveel moeite doen. Echt, ik vind het echt super leuk. Dankjewel. Dat was mijn korte video. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en nu nog even een blauw duimpje omhoog. Mocht je nog leuke dingen weten voor video's, laat het zeker even in de comments achter. En wie weet kunnen we dat wel eens een keer gaan doen.